Voor mij is het, ik hoef geen tijd met mijn kinderen op te offeren om mijn werk te gaan doen. Dat is voor mij de perfecte combi. Vandaar dat ik hier zoveel van geniet, omdat ze echt betrokken zijn bij het hele proces. Stel, je kindje is boos, maar jij snapt niet zo goed waarom. Nee, mag je deze? Deze bedoel je? Met deze ga ik straks gebruiken om voor te lezen. Het is de hoofdrolspeler van het boek. Over haar gaat het. Fezi schreef daarom met zijn vrouw een boek over hun dochters, dat hij in de Biep op een bijzondere wijze uitbrengt. Oh, wat leuk. Gewoon in de centrale Biep. Gewoon in de centrale Biep. Ja. Dit is voor de voorleesshow straks. Dit is voor het eerste gedeelte, ga ik straks goochelen. En ik goochel dan ook om eigenlijk de fantasie van de kinderen straks te activeren. Dus dat moet allemaal klaargezet, de juiste dingen moeten in de juiste zakken, zodat niemand straks ziet waar ik iets vandaan heb gehaald. Maar goochelen en voorlezen, dat is niet echt een combinatie die ik heel vaak heb gehoord. En voor mij was het een logische samenvoeging van twee interesses van mij, waarbij één dus is met de kinderen bezig zijn en spelen en het andere is dus het goochelen. Oké, jongens en meisjes, we gaan beginnen. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Weer iets, pak maar weer iets. En laat het eerst aan iedereen zien. Laat het eerst aan iedereen zien en doe het maar erin. Het is echt wel goed gedaan. Toen deze twee meisjes waren geboren, toen ben ik eigenlijk vooral met hun heel veel bezig gegaan. En heel veel gaan voorlezen voor hun, eigenlijk voordat ze gingen slapen. Zo zijn die voorleesshows ook ontstaan, omdat ik hun graag mee wilde nemen en een hele leuke gezamenlijke ervaring wilde geven. Dus eigenlijk bijna alles wat ik doe met betrekking tot die voorleesshows, dat bespreek ik ook met hun. Ik wil ook dat zij het echt leuk vinden, ik wil dat zij een leuke tijd hebben. En het feit dat andere kinderen daarvan genieten, is een mooi extraatje voor mij. Maar in de eerste plaats gaat het voor mij eigenlijk bijna altijd om hun twee. Vinden ze jou zo leuk? Meestal wel, maar soms vinden ze dat dus. Soms is iets niet leuk en dan zeggen ze dat ook gewoon heel eerlijk. Papa hoort hen ruzieën vanuit de kamer ernaast. Wat is er aan de hand? Vraagt hij verbaasd. Hé, weten jullie wie dat is? Ja! Ik wilde eigenlijk vooral een boek hebben van mijn dochters. Omdat ik iets wilde creëren wat langer dan ik zou doorleven. Als daar een herinnering aan hen die langer zou blijven bestaan dan ikzelf. En ik vind dat vooral echt heel tof. Dat nu iets is ontstaan wat zal blijven bestaan voor een langere tijd.